Nou, die boeren hebben wat gereden al. Nee, maar nu zit het niet hoor. Nee, nu zit je... Hoe snel reageert zo'n ballon eigenlijk met... Heel kracht. Ja. Heel kracht, ja. Maar dat weet je die massa erachter. Kuikermassa. Kom. Ja, ik ben ook uit van. Ja. Wat zouden ze? Branden vandaag. Ja. Nu wat stijgen ze. Wat zouden ze? Maar dat is moeilijk anticiperen dan. Ja, wij is het moeilijker dan. Mag je, heb je het recht om overal te landen? Ja. Ja, dit is hem. Territoriale weg. Tot die volkvaren. Maar dan kunnen ze dan koningsvoet. Ho, ho! Hey, doe je blad vertrokken? Ja. Is dat de snelheid is die jong te bepalen? Ja, dan ga ik in de allereerst van. Zo, deze ballon heb je wel al niet nodig. Oh ja. Is er zelfs een toekomst aan die ballon? Nee hoor, zet je het hele... Ja, het waren op vakantie in Nederland en Nederland. Nee, dat is een vliegtuig. Nee, geen vliegtuig. Nee, nee. Zo, dan gaan we nu landen. Tjie! We liggen dus niet ondersteboven. In de bovenkant, Christophe. Wil je duim in de bovenkant? Ah ja, oké. Okay. We liggen nu ondersteboven. Hey, auto. Auto. Share, share nog. Share foto. Waar, hè? Wat heb je aangeraakt? Ik heb boven een vreemde vrouw gehad. Ik heb er niet aangeraakt. Hé, hey, dat mocht ze zijn. Ze in de kroeg zeggen, lachen ze niet goed. Nou, we gaan even de restanten van de noodlanding bekijken. Nee, het was geen noodlanding, het was een gewone geplande landing. Maar de mand ging ondersteboven. Maar leuk. Oké jongens, hier gaan jullie klep. Je mag hem mee naar Ierse? Ja. Vooral heb je van onder. Ja, laat maar iemand langs hier. Oké, dan mag met dit al mee. Nou, de ballon moet uiteraard ook opgeruimd worden. En dan komt dat speciale ballonnenkarretje. Ook los?
Een hele mooie zonsondergang. Wat hè? Daar is nog een beetje duur. Oh, maar. Oh! 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 Ja, dat zijn mooie glazen, maar er moet nog wel wat in, denk ik. Joey? Waar zitten we? Ligt er nog geen glas? Ja. Theo, maar een Theo die drinkt hier, hè? Bij mijn collega. Dat is jammer. Tussen de benen. Ja, dan mag je hem daar vullen. Die heeft hier de tijd naast me gestaan. Eerste dames. Dat komt omdat de mensen die toen voor de eerste keer opstegen, die hadden. Zeg stop, hè? Dank u. Nee, stop. Dank u. Dank u. Stop. Stop. De mensen die voor de eerste keer opstegen, die hadden een klein beetje een raar gevoel in hun oor gehad bij het stijgen of bij het dalen. Misschien hebben jullie ook iets gevoeld. Dat is heel normaal. Wat er kan gebeurd zijn, is dat jullie evenwichtsapparaat, dat zit in uw oor, ingebouwd, dat kan een klein beetje ontregeld zijn door al die hoogtewisselingen, door die drukverschillen. En nu om te zien of jullie evenwicht nog perfect in orde is, wordt er al 200 jaar een klein testje gedaan waarvoor dat we die champagne nodig hebben. Vandaag gaan we dat testje opnieuw doen, want ik wil met een gerust geweten naar huis, ik wil zeker zijn dat jullie gezond en wel de vlucht overleefd hebben. We gaan ervoor, voor dat testje, naast elkaar allemaal op de knietjes zitten. Het is hier heel proper, hè? We zetten dan met de beide handen in de nek. De beide handen in de nek. Het is een evenwichtsoefening. Ik moet kunnen zien dat jullie dat stabiel kunnen doen. Maar gewoon 10 seconden lang met onze neus in het glas, de aroma's en vooral de champagne, de alcoholdampen opsnuiven. 10 seconden lang. En daarna mooi stabiel rechtkomen. En wie na 10 seconden niet stabiel kan rechtkomen, wie na 10 seconden niet stabiel kan rechtkomen, die mag niet meer drinken. Oké, okay, allemaal samen, 10 seconden met de neus in het glas. Oké. Okay. Doe maar. Kom hier. En dan de barones. Barones. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. How did all these people get in my room? Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you might hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. And once I get you up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide, absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near, you might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. Just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. Responsible, call me unreliable, throw in undependable too. Do my foolish alibis bore you? Well, not too clever, I just adore you. Call me unpredictable, tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue.
guess I'm unreliable, but it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for responsible. Yes, I'm